foto van het hoofd van medewerkers op een t-shirt printen en vervolgens met dat t-shirt aan iets gaan afrekenen bij diezelfde medewerkers. Ik heb hiervan wat video's voorbij zien komen op TikTok en ik dacht, dit moet ik een keer zelf proberen. Dit is geweldig. We hebben dus 2 weken geleden ongeveer allemaal foto's gemaakt van werknemers stiekem in die op shirts geplakt. Zoals dit. Alleen ik heb er niet echt beelden van, dus hier volgt een kleine animatie. We gingen dus 2 weken eerder langs bij deze winkels om stiekem foto's te maken van medewerkers. Vervolgens lieten we daar leuke memes van maken. Erg creatief, al zeg ik het zelf. Printen we ze op een t-shirt en gingen we weer terug naar diezelfde winkels om bij diezelfde mensen wat af te rekenen. En dan te kijken wat hun reactie is. Dat is echt geweldig. Maar wat nog meer geweldig zou zijn is je te abonneren op dit kanaal. Want af en toe worden mijn video's nu 18 plus gemaakt. Ik snap er geen reet van. Daardoor gaan die views niet goed. Het is allemaal... verschrikkelijk! Ik ben er klaar mee! Maar als jullie abonneren, dan maakt dat wel een hoop goed. Dus alsjeblieft, abonneer even op mijn kanaal. Dank, dat zou leuk zijn. Oké, laten we beginnen dan. Yo! We zijn op een bedrijventerrein in Amsterdam, waar we 2 weken geleden allemaal foto's hebben gemaakt van werknemers. En nu is het tijd om te kijken of ze weer aan het werk zijn op deze dag. Kan ik gaan? Ja. Ik app jullie. Laat ons weten. Roos gaat vast even naar binnen om te kijken of de persoon in kwestie aanwezig is. Zodat we daar niet raar rond hoeven te lopen. En als Roos zegt ze is er, gaan we naar binnen. Dit wordt wat hoor. Ja, dit is weer echt zoiets geweldigs. Dit is toch geweldig? Ik wil het al zo lang doen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja, dat snap ik wel, ja. Je weet ook niet wat die mensen gaan zeggen, hè? Misschien krijg ik wel een winkelverbod. Dat zou ook maar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat is niet, hè? Nee. De eerste paar winkels waar we gingen kijken waren de mensen niet aanwezig, helaas. Maar toen... Zal ik even kijken? Ja, nou, dat is wel het idee, toch? Ja, dan doe ik maar weer even alsof ik op zoek ben naar een vloerkleed. Ja. Ja. Het was een vrouw, hè? Ja, we pakken even een shirt. We hebben toch een foto van haar? Dat is er, dat is er. Oh nee, dat is er niet. Nee, 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 nee. Waar is zij? Nee. Allerlaatste. Ja. Je scheet niet alleen. Die quotes kloppen ook helemaal niet bij het hoofd, zeg maar. En toen bevestigde Roos dus dat de vrouw aanwezig was. Snap. Zeker. Ja, Roos klinkt ja, Roos klinkt ja. Oké, ik ga het shirt aandoen. Oh mijn god. Oh, deze vrouw gaat echt niet weten wat daar overkomt. Nee, niemand denk ik vandaag. Maar deze vrouw was echt fucking lief ook, weet ik nog. Stijn gaat vast wat eerder naar binnen, zodat hij stiekem kan filmen. Maar je moet Roos appen dus dan, hè? Oh ja, heb je al. Met ja, zeg maar. Ja, oké. Daar gaat hij. Ik ben een beetje zenuwachtig. Het lijkt me wel echt een gezellige vrouw. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ik kom gewoon even kijken. Ik kom kijken? Ja, zeker. Ga uw gang. Oké, wat ga ik aan die vrouw vragen? Ik zoek een nieuw tapijt. Ja, ik ben op zoek naar een nieuw vloerkleed. Liefst in de kleur crème. Of zo, weet ik wel. Of zoiets. Ik vraag of zo neem. Ik zoek eigenlijk een vloerkleed. Een beetje crème kleur. Oh mijn god. Nou, daar gaan we. Oké, nou, tot zo. Tot zo. De vrouw was eerst nog even een andere klant aan het helpen, dus ik moest even wachten tot ze daarmee klaar was. Het is net weer onhandig dit, hè? Ik wil naartoe gaan. Toch? Ik ben ook wel zo even naartoe lopen. Mevrouw, kan ik u wat vragen? Ja. Ik ben eigenlijk op zoek naar een vloerkleed. Ja. Tapijt. Oh, nou dan in de carpet, dat is het goede adres. Een beetje een beige-achtige, een beetje zacht ook. Ik weet niet of je daar iets over heeft. Ik heb voor eentje. Oké. Als je zegt beige en zacht. Ja, ik ben gewoon een beetje aan het rondkijken. Deze heb ik. Ja. Dit is wel lekker inderdaad ook, hè? Ja. Is dit een beetje de kleur? Of is het ja, ik denk dat dit wel een beetje de kleur is inderdaad. Maar... printje erin. U komt wel bekend voor trouwens. Ja? Ja. Waar vandaan? Weet ik niet eigenlijk. Kom je uit de regio? Ja, Amsterdam. Gewoon, ik ja. Helemaal niet. Nou, nee? Helemaal leuk, dus... Oh. Nee. Nee, een bekend gezin. Ik weet natuurlijk hoe dat kan. Ik heb wel een zus die veel in Amsterdam, Amsterdam leeft, die ontzettend veel. Ja? Misschien is dat. Oh, geen idee, maar dat is wel heel ver. Ja, misschien dat het, ja, dat zou wel kunnen zijn. Maar, Hoe overduidelijk ik ook ging staan met het shirt naar voren, ze had het echt niet door, dus ik moest er zelf maar over beginnen. Oh, nou. Ik zie het nu trouwens opeens. Wat is dat?
Bent u dit niet? Niet alleen lucht, want... Bent u dit niet? Ik kan toch van werk. Lijkt er wel heel veel op. Oh, daarvan is het, joh. Dat kan niet. Oh, u bent het niet? Dat lijkt er... Nou, maar dit ben ik wel. Dit lijk ik wel heel erg. Ja, toch? Oh, daarvan is het, joh. Wat staat erop? Wanneer... Ja, dit is zo'n meme van zo'n meme van een vriend gekregen. Zo'n... Nee. Niet? Dat kan niet. Oh, maar ik dacht heel even, dat ben jij, joh. Dat gek, joh. Oké. Nou ja. Top. Weet je zeker dat u niet bent? Nee, ja, maar ik lijkt er wel heel veel op. Hoe kom je eraan? Van een vriend gekregen. Dit is zeg maar een soort van dat is een meme die op het internet rondgaat. Daar moet ik wel een foto van hebben dan. Ja, dat mag hoor. Dat mag, zeker. Gaat niet. Oké. Ja, er worden verschillende tekstjes dan bijgezet, zeg maar. Het is wel raar om jezelf zo... Nee, je schreef niet alleen lucht was. Ja, u bent het wel, toch? Wat houdt dat in dan? Geen idee. Ja, het is gewoon een soort grapje, denk ik. En vindt het goed? Waarom loop jij met dat shirt? Nee, niet de foto van mij. Oh ja, ik dacht misschien wel leuk. Waarom loop jij met dat shirt? Ja, gekregen. Ja, maar waarom zou je met zo'n shirt lopen? Met een vrouwengezicht erop? Nou, omdat dit is gewoon een bekende meme op het internet nu. Maar deze foto. En dan... een carpetride-achtergrondje. Ja. Ja, ik weet het niet. Ja. Ik denk dat u misschien wel bent, inderdaad. Ja, dit ben... Wacht, kom. Nou, hoe staat het, joh? Huh? Hoe staat het? Ja, kan... Nee, maar dat... ik word echt in de zijk genomen hier. Kijk dit. Ja. Ik heb dit shirt van een vriend gekregen. En ik zeg net, het lijkt verdomd veel op u. Dat is er ook. Toch? Maar hoe dan? Ik word er in de maling genomen. Nee, hoor. Ik heb er een foto van gemaakt, maar dat is toch... Nee, dat ben je. Dan ga jij zo straks kijken. Ga dit straks. Ja. Ja. Ja, dat is me ja. Dit ben ik wel, en het is bij Carpetride. Ja, ik denk het ook, ja. Heel raar wat jij dan hier bij Carpetride doet met mijn shirt aan. Oh, het is jouw shirt echt? Nee. Oh. Maar dit... Volgens mij ben jij hier ook niet echt om iets te kopen of iets te bestellen of iets te doen. Volgens mij is dit echt een... Ja, ik denk ook in de maling. Ik ga even kijken. Dat denk ik echt serieus. Het is wel een grapje eigenlijk, ja. Het is wel een grapje eigenlijk. Waar is de camera? Ja, zoiets. Waar hangt de camera? Het is eigenlijk wel een grapje. Het kan gewoon niet zo zijn. Dat het een toeval is. Nee, eigenlijk is het een grapje. Vertel. We zijn een video aan het maken. Dat we met shirts van mensen in hoofden teruggaan naar diezelfde plek. Wanneer is dit gemaakt dan, die foto? Volgens mij 2 weken geleden. Echt waar? Ja. Vindt u het niet erg? Nee. Oh, oké, wat goed. Wil u hem hebben, het shirt? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ik heb hem nog een shirt vandaan. Hij staat nu ook een beetje stiekem voor me inderdaad. Dankjewel. Nou, voor u dan. Helemaal leuk. Nou jongens, een hartstikke leuk idee. Dan vond ik je wel een andere tekst hoor. Oké, dat is goed. Maar dit kon ook gewoon echt niet beter. Gast. Ze vond dit zo leuk. Eerst zag ze het niet, maar ze vond het gewoon helemaal... Dat was een ontzettend zo. Lieve vrouw zeg. Ik vind het echt zo cute. Ja. Nou, dit was echt tering grappig. Het is zo'n lieve vrouw. Ze vond het helemaal leuk gewoon. Tijd voor de volgende winkel waar we deze jongen hebben gememd. Ik weet niet of die er is. Oh. Hij is er. Hij is er. Oh. Oké. There we go, bro. Ik zit alweer ready hoor. Nou, wanneer de augurk en komkommer blijken zijn. Ja, okay. Dat goed. Hij staat als je binnenkomt, gelijk het eerste pad recht staat hier te vullen. Oh, perfect. Nee. Deze ik denk dat deze niet blijft beginnen. Ja, ik ben er ook een beetje bang voor. Ik denk dat hij een beetje verlegen is. Oké, gaan we. Hoi. Oké, Stijn had hem in het vizier en het was tijd voor prank nummer 2. Nou, hij is er precies op dit moment bezig met iemand te helpen. Meneer, mag ik u het vragen? Ja. Ik zoek eigenlijk kattenkruid, een beetje zoiets. Ja. Heeft u dit ergens? Zeker. Oké. Okay. En ik heb ook nog een spray variant van. Oké. Okay. Ik zeg dat wel makkelijk spray variant. Spray? Ja. Ja? Oké. Die even zien? Ja, is goed. Ja. Dat is deze. Oh ja. Ja, dat is dit nog wat. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Dan doen we shirt. Oh ja, dankjewel. Hoe kom je daar nou aan? En jij dat? Ja. Yo, ik zie het, joh. Bro, hoe kom je hier aan? Nee, ik zie het inderdaad. Dat ben jij gewoon, joh. Ik vind het helemaal niet erg, maar ik kan het wel waarderen. Maar nou, lachen. Ik heb het van een vriend gekregen. Dit is een soort van meme die nu op het internet gaat houden. Ik ben echt benieuwd van wie, maar... Ja, gewoon een... Die doet verder niks bijzonders, maar... Oké.
Dit kan je gewoon volgens mij op internet kopen. Ja. Mag ik een foto van maken? Want ik vind, ja, het, echt, zeker. Ik vind het echt geniaal. Zeker. Ik zet jou er ook gewoon op, hoor. Dat is goed, dat is goed. Dat is hij gewoon. Nou, mag ik een foto met jou maken dan? Oh ja, best joh. Wat is dit? Ja, dat vragen we dus ook al. Even kijken hoor. Ja, met gewoon die meme guy. Wacht even zo. Wat goed zeg, wat goed. Het staat zo grappig om een video aan te maken. Oh echt? Ja. Hi. Hey, ik kan het pas laat hoor, Nick. Moet je hebben? Nice. Ja, als het kan. Ja, ik heb maar één shirt van met jou. Misschien niet dat je vaak aan gaat doen. Nou, ik ga hem niet meer aandoen. Oh, gozer, nou, bedankt voor je sportiviteit. Ja, jij. Ik heb eigenlijk geen kattenkuip nodig. Dat was toch heel aardig. Dat was toch ook niet normaal. Hoe aardig die mensen waren. Oh. Nou, dit was weer niet normaal. Hij vond het helemaal leuk ook gewoon weer. Ja. Ik zag gewoon ja, zonder een shirt terug. Ja, ik heb ook een foto met hem gemaakt. Nick, wat een goede gozer, hè. Nou, wat is dit voor een dag? Ja. Alles gaat goed. Ja. Dat gaat echt te goed. Ik word zo meteen word ik in elkaar gemet, denk ik. Dat is ook wel leuk als zoiets gebeurt. Niet dat je in elkaar gemet wordt, maar ik bedoel meer van dat iemand... Zo weer, Rosie. Tot zo. En we hebben er ook een paar daar. Twee. Bij die Hello TV. Oh, daar heb je er twee? Ja. Is dat niet grappig dat als we er allebei zijn, dat we gewoon allebei zijn shirt aan doen? Dat jij er ook in aan hebt. Ja, dat zou ook top zijn, ja. Ja. Helaas, zegt ze. Hij is er niet, hè? Dit vind ik jammer. Jij was fan van hem. Hier keek ik naar uit, ja. Kijk jongens, dit is mooi. We hebben hier twee shirts. We hebben deze. Deze jongen is er, dus, zegt ze. Wanneer iemand zegt dat hij van koriander houdt. En we hebben ook nog deze. Die chick. Wanneer je al drie keer wat zij hebt gezegd en het nog steeds niet verstaat. Maar die jongen is er dus sowieso. En stel, zijn er allebei. Dan doen we allebei een shirt. Ja. Dat zou helemaal mooi zijn. Wat loopt hier? Is dat hem? Ze zijn er allebei, toch? Ze zijn er allebei. Oké, ik heb het shirtje aan. Stijn heeft de andere aan. We gaan nu naar binnen lopen en dan ga ik eerst die vrouw aanspreken. En dan op een gegeven moment, ja, dan ziet ze natuurlijk het shirt en dan zeg jij gewoon... We gaan samen naar binnen? Ja, en dan zeg jij gewoon, maar wacht, wie is dit dan? Werd hij hier dan ook? Een unieke situatie dus hiervoor. Twee mensen, daar moeten we gebruik van maken. Oké, let hier ook niet op het camerawerk van Roos alsjeblieft. Maar ik sprak dus eerst de vrouw aan, alleen die bleek achteraf echt niet in beeld te willen. Dus dat kunnen we helaas niet gebruiken. Maar vervolgens liepen we naar de man toe waarvan Stijn het shirt aan had. En toen gebeurde dit. Hi. Hoi. Hallo. Ja, we worden geholpen als het goed is. Door haar? Ja. Oh, zij het gaan verzoeken. Oh, oké. Waarom kan ik je helpen? Ja, we zoeken eigenlijk gewoon een tv. Van... Ja, zal ik met je meelopen? Ja, is goed. Had je er een gezien of niet? Ja, zij was net aan het uitleggen over de grote en zo. Van die niet per se. Ja. Wat? Ik denk, een tv? Ja, ik denk zoiets. Maar, dag. Ja. Gewoon zelf maar. Nou, thanks voor hulp in ieder geval. Ja? Super. Verdere vragen? Nou, ik zat te kijken. Ben je, dat lijkt op jou. Dat ben ik. Oh, dat ben je ook, hè? Dat ben ik, man. Nou, wat en dit is? Wie is dat? Al dat ze geprankt werd. Dat is die persoon die daar staat. Oh, die je net heeft geholpen, die net helemaal rood wegliep. Oh echt? Ja, precies. Mag ik een foto maken? Ja, natuurlijk. Voor mij wel. We hebben deze gewoon van het fiets gekregen. Van ons twee zo. Ja, als het kan. Maar dit is een oude foto. Maar ja, dit is wel, ja, dit hangt het wel anders inderdaad. Maar dit is gewoon van zo'n meme website, ja, joh. Dat is Koriander. Damn. Ja, dat is, ik heb hier eerlijk nog niet eens weet wat het is. Er staan van die verschillende tekstjes bij. Ja, komt-ie. Ja, we gaan op de foto staan. Graag. Dat vind ik wel echt machtig. Nu sta ik voor lul. Nu heb ik niet een foto van jou op mijn shirt. Oh, wil jij dit shirt dan? Ja, dat is wel een heel mooi shirt, dat zeg ik heel eerlijk, die moet ik gewoon inlijsten. Wanneer je al drie keer wat zij hebt gezegd, dat ik nog steeds niet verstaan. Dat is wel zoemaar. Maar wat is de bedoeling hiervan? Ja, we hebben het gekregen van iemand. Maar die heb je gekregen, dus die is hier geweest, die heeft een foto gemaakt, die denkt dat print ik uit en dan stuur ik jullie met die shirt. Ja, dit is gewoon van een website, maar je hebt gewoon zo'n bepaalde meme site met van die gezichten en zo. En dan, Ja, daar geloof ik er nog drie van. Nee? Ja, nee, natuurlijk niet. Wil je koffie? Ja, is goed. Maar ik wacht eigenlijk tot het eindpunt. Ja, oh, ja. Ja, ik kan Ja, nee, nou, we kunnen wel zeggen dat het inderdaad een grapje is. Ja, gewoon een mening. Shit, er staat ook iemand die ons de hele tijd aan het filmen is. What the fuck? Ja, valt ook niet op. Yo! Ja, dat zeg je normaal aan het begin van de video, maar het is afgelopen. Maar bedankt voor het kijken. En dit soort shirts, die hebben we dus zelf gemaakt. En wellicht...
zodat jij binnenkort al dit soort shirts kan maken. Behulp van ons. En wat ik daarmee bedoel, dat zie je later wel. Oké, ik ben ook aan het kijken.